You left me behind, so cry me a river. I've lost my soul again. Hey, welkom bij weer een nieuwe vlog, een nieuwe Aaron-vlog. Mijn naam is Aaron en vandaag ben ik uitgenodigd bij twee oud-bekenden van me, twee oud-collega's die nu hun jubileum vieren bij het bedrijf waar ze momenteel werken. En ik ben uitgenodigd sowieso op het feest. En dan hebben dus collega's om hun heen, hebben achter hun rug om met mij gefixt, geregeld dat ik dus als verrassing een soort van mini-privé optreden ga geven. En ze volgen me al heel lang en ze zijn me eigenlijk altijd blijven steunen op muziekgebied. En dat waardeer ik enorm. Dus ze weten dus niet dat ik een speciaal liedje voor hun ga zingen en dat er gevlogd gaat worden. Dus dat is de organisatie eromheen die daar verantwoordelijk voor is. En zij weten dat dus niet, dus dat is allebei een verrassing. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat zijn. En ik ben weer niet alleen. Kijk eens even, Jens is erbij! Hoi! Ja, Jens die gaat me dus steunen en helpen bij het filmen tijdens dat verrassingsoptredentje. Ja. Toch? We zijn een beetje geel uitgeslagen bij dit licht. Ja, je hebt last van je nieren, hè? Oh, is dat zo? Ja. Nou, gelukkig niet, toch? Nee. Maar wacht even, kijk. Witte tandjes. Maar niet gebleekt. Dus stel, we krijgen weer vragen. Hebben jullie je tanden gebleekt? Het antwoord is nee. Je moet gewoon heel goed poetsen. Toch? Of zoals mij, een kunstgebit nemen. Grappig is echt hoor. Nog wel. Nee. Het regent. Ook dat nog. Dadelijk loopt onze make-up uit. Waar heb jij het over? Ja, inderdaad, waar hebben we het over? Dit is gewoon puur natuur. Puur natuur? Puur natuur. We zijn naar de vakantie geweest. Hey, Dat weet ik niet. De dames, de jubilaris. Is jubilaris trouwens hetzelfde als jubileum? Weet je dat? Jubilaris is toch iets van een rechter? Of Nee, dat is een secretaris. Oh nee, jubilaris is van de bank. Ik ben je jubilaris, hier heb je geld. Echt? Volgens mij wel. Oh nou ja, jubileum dan. Nou, de dames van het jubileum, die heten Elle en Gondalien. Elle en Gondalien. Elle en Gondalien. En kijk eens Gondalien. Wat Gondalien. Gondalien, inderdaad. Vanaf vandaag, belangrijk. Vanaf deze vlog zijn ze gewoon echt huge famous. I promise. Maar kijk eens wat ik gekocht heb, want ja, je kan toch niet met lege handen aankomen. Oh, twee poezelige mandjes. Leuk, hè? Enig. Ja, je kan niet met lege handen aankomen, toch? Ondanks dat ik... misschien valt het wel helemaal in het niet, dat liedje. Want weet je wat het is? Tot op het laatste moment was het een beetje onzeker met het geluid. Echt? Ja, want er is eigenlijk geen echt geluid aanwezig. Nou ja, gewoon geluid om muziek op af te spelen, maar niet echt om op te zingen. Dus heb ik gezegd, dan doe ik wel zonder microfoon. Maar ja, dat vind ik een beetje amateuristisch. Ja. Maar ja, ik ken ze goed, weet je wel. En ik dacht ik doe dat gewoon. En ze hebben... geloof ik nog wat geregeld met een microfonage over een omroepinstallatie iets. Dus dan kunnen we de muziek afspelen op het ene apparaat. En mijn stem komt dan door het plafond of zo. Oké. Ja, spannend. Ja, ik vind het ook spannend. Dus ja, ik heb geen idee wat me te wachten staat. Maar ja, we gaan er gewoon heen. Oh ja, er zit ook nog een barbecue bij. Dus ja, dat was natuurlijk, ja. Toen dacht ik van ja, dat is het. Want dat haalde jou over. Dat haalde mij over, want het is natuurlijk vreten. En daar zijn we van, toch? Heb je ook honger, of niet? Ik wel. Maar ik heb altijd honger. Maar je weet dat ik niet kan eten. Je moet trouwens... Ja, zij spreken echt Helmonds. Zij spreken echt Helmonds. Dus bijvoorbeeld, mag ik er even bij? Betekent, ken ik er even bij? Zeg dat eens. Ken ik er even bij? Ja! Je leert het supersnel! Het zijn heerlijke Helmondse dames. Want ja, we zijn natuurlijk in Helmondette. Nee, ja, Helmondage. Helmondage. Oké. Ondanks de regenage. Here we go. Oh, hier is het al. Ja, we zijn er hoor. Oh, ik schrik ervan. Oh, er staan al mensen bij de deur. Oh. We worden opgewacht. We worden opgewacht. Is er plek? Hallo, er is nog wel plek. Het regent, dus we hebben... Ja, het is maar een stukje van de auto naar de, waar we moeten zijn. Dus ja, ik heb toch een huge parapluage. Kijk. Wauw, en ik sta in de regen. Bedankt. Oh ja, sorry.
Dat is, kijk eens hoeveel bellen er zijn. Wauw. Ik weet niet waar ik moet drukken. Kijk eens, er gaat een deur open. Ook hier. Hallo, Joke. Kijk, dat is Joke. Is dat Joke? Ik ga even. Pas net boven. Ja, hi. Hoe is het? Goed. Dat is niet Ellen of Gondelien hoor, dat is Joke. Dat is Joke. Denk het wel of niet? Oh ja, dat is goed hè, met de lift hè, dat willen we hè. Ja. Ja. Wat een luxe hè, een lift. We staan in de lift en zo meteen zien ze de verrassing. Oh. Als de deur open gaan. Oh, dat is al druk. Is Gondelien al? Dat zijn ze, Gondelien en Elle. Het is nu al gezegd. Alles, nou, het compleet, hè? Ja. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. We staan in de regen een beetje. Nou, het is zover. Nou ja, kijk, daar is het geluid. Dit is het geluid. Het is een beetje roeien met de riemen die we hebben, maar dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed, toch? En Marita is daar helemaal, kijk eens even hoe gezellig. En Regina, hallo! Hallo! Joehoe! Feestje hier, feestje daar. En we hebben met elkaar. Hoe gaat dat? Feestje hier, feestje daar. Hoe heet het daar? En speciaal voor Gondelien en Ellen natuurlijk, een van hun favoriete liedjes van R&D, René Vroger, Crazy Way About You. Tadaa! En dan maak ik het mee klappen, hè. The magic that we hear, and I still feel that crazy way about you. I just can't help believe I you feel the same way too. Whoa! That first summer that I spent with you, always laughing, nothing mattered. Hey ho, hey ho. Het is toch niet te geloven! Ik ga nog een keer naar de barbecue-huisje. Wat jij? Even een worst opschap hoor. Heerlijk hoor! Shine on.
gezien, hè? Ik vond het geweldig. We feesten nog even door. Tot volgende week. Oh ja, even een duimpje en even liken. En even... Laat een reactie voor ons achter. Hoe mooi we zijn. Abonneren. So cry me a river, I've lost my